nooit verwacht dat één tekening van de zaterdagmiddag gewoon als hobby van mij, ja, nu echt overal tevoorschijn komt. Deze raamtekening, Samen Sterk, Zorg Goed Voor Elkaar, prijkt voor veel ramen en deuren in heel Nederland. Het is een creatie van Hilde Stoffels uit Meijel. Het begon met een raamschildering op haar eigen raam. Ik heb dus al een paar jaar de hobby handlettering. Begonnen met een keer een workshop en daarna ja, meteen het virus te pakken gekregen, maar dan een heel positief virus in dit geval. Ja, echt, het is een verslavende hobby. Je hebt er heel weinig voor nodig, pen en papier aan gaan. En wat ik vervolgens heel erg leuk vond, was het tekenen op ramen. En zeker met bijvoorbeeld feestdagen, verjaardagen, de geboorte van mijn kleinste, jongste dochter. Dan moest er een raamtekening verschijnen. En in dit geval dacht ik van ja, dit is toch wel het ideale moment om iets op de raam te zetten. Dus vandaar. Het bleef niet bij die raamtekening. Al snel bleek dat er voor veel mensen behoefte was aan het lichtpuntje van Hilde. En dus kreeg ze veel reacties. Ik heb hem op Instagram gepost, gewoon puur als mijn eigen raamtekening, met geen enkele bedoeling dat iemand hem zou overnemen. En vervolgens kreeg ik eigenlijk diezelfde avond een berichtje van Hilde, kun jij die mij digitaal leveren, zodat ik hem kan printen en thuis ook groot op mijn raam kan zetten. Dus toen heb ik een avond digitaal zitten tekenen en die volgende ochtend heb ik hem natuurlijk gemaild naar diegene die erom vroeg. En heb ik hem ook aangeboden via Instagram en Facebook van, nou wil jij dit ook? Stuur me even een mail, dan stuur ik jou het bestand en kun jij ook aan de slag. Maar volgens mij na een paar uur kreeg ik een bericht, mailbox vol. Ik werd zelfs als spammer gezien omdat ik veel te veel mails aan het versturen was. En toen hebben we er dus een downloadlink van gemaakt, want ik heb een hele handige schoonbroer die dat diezelfde dag nog voor mij geregeld heeft. En binnen een dag waren er 1000 downloads. Er zijn kaarten van de raamtekening gemaakt en door heel het land is de tekening te vinden. Ik was inderdaad afgelopen week was ik inderdaad na aan het denken van wat is nou het allermooiste wat ik tot nu toe heb gezien. En dat was een keer een tekening of een foto die ik kreeg van het medisch centrum Erasmus, het medisch centrum in Rotterdam. Waar je een aantal artsen of verpleegkundigen in pakken ziet met mijn tekening ervoor. En die is nu gebruikt groot op een billboard langs de snelweg. Ja, dat maak je denk ik maar één keer in je leven mee als handletteraar. Voor Hilde en veel anderen geeft het steun in deze zware tijd, speciaal ook voor de mensen in onze gemeente. In deze moeilijke, lastige periode waar je heel veel verdrietig nieuws hoort, en vooral in onze gemeente Pelemaas, ja, is het toch wel echt heftig hoe het virus hier heeft toegeslagen. En dan denk ik, ja, al is het maar iets kleins, de mensen voorbij wandelen voor mijn huis en denken van, och, wat leuk wat er nu weer op de raam staat. Dat was eigenlijk al mijn bedoeling. En dat dat dan zo groot uitrolt en dat er dus op heel veel ramen nu mijn tekening staat door heel Nederland, ja, dat is echt prachtig. Dit blijft toch wel even staan, denk ik? Voorlopig wel. Maar ik zou het nog mooier vinden als ik hem kan wegwassen en er iets anders vrolijks voor terug kan plaatsen. De tekening is gratis te downloaden op prullenmupke.nl.